Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen. Dit is De Kletspet met elke week twee vragen aan het winkelend publiek over een actueel onderwerp. In sommige delen van onze gemeente kan men, bij wijze van proef, vanaf nu een gratis beroep doen op een zogenaamde tuincoach. Dit om verdere vergroening te stimuleren. Wat vindt u daarvan? Ik vind het een goed idee. Nou, ik vind het wel een idee, maar om daar aan mee te doen, dat ligt me niet. Ik ben zelf uit de agrarische sector, dus ik weet wat tuinieren en zo toch wel een beetje een M-maatje. Die kan het veel beter zeggen. Nou, dat vind ik een prima idee. Heel goed. Ik ondersteun dat. Ja. Ja, maar wij komen hier niet vandaan uit Oosterhout. Dus ik weet niet of ik daar aan die vragen mee moet doen. Ik vind het een goed idee. Ja, ik vind het wel een goed idee. Ja, ja, ik vind het geweldig. Ja, dat vind ik echt goed. Ja. Ja, dat vind ik wel prima. Ik vind dat er af en toe wel iets meer groen overal mag zijn in plaats van alles weer volgebouwd worden. Ik vind het mooi om een beetje groene stad te hebben. Dat is niet overal en dat wil je ook niet hebben. Maar veel mensen willen niet groen aan de stoepen hebben. Maar ik vind het een hartstikke leuk idee. Ja, groen is mooi. Het lijkt mij prima, maar ik woon hier op een appartement. Dus voor mij is het niet van toepassing. En ik heb een hele mooie tuin achter mij. Ik heb een golfbaan achter me, dus. En dat wordt verzorgd. Maar ik vind het principe goed, hoor. Ja. Niet alleen voor uw tuin, maar ook voor allerlei andere zaken kunt u tegenwoordig een coach inschakelen. Vindt u dit een positieve ontwikkeling of juist niet? Ik vind het een positieve ontwikkeling, als je het maar ook maar een beetje kunt doen, dat het bij je ideeën aansluit. Dan vind ik het wel een positieve instelling. En dan mag het ook. Maar het moet wel een beetje dat je problemen die je hebt, die je daar weg kunt leggen. En dan proberen een antwoord op te krijgen. En dat vind ik wel goed. Ja, voor de mensen die het nodig hebben, prima. Nou, toch wel positief. Ja. Als je zelf niet zo sneuger ervoor bent, dan is makkelijk zo'n coach erbij, hè? Ja, dat is wel positief. Ja, voor sommige mensen is dat heel positief natuurlijk. Die het zelf niet meer kennen of zo en er geen verstand van hebben. Dat is wel handig dat je coach hebt. Ja, wel prima. Als je hulp nodig hebt bij iemand, dan is dat wel fijn om iemand te hebben waar je het aan kan vragen. En zo makkelijker te maken voor jezelf, toch? daar heb ik geen antwoord voor. Sorry. Nou, ik vind het een beetje overdreven, hoor, wat er allemaal gecoacht moet worden. Ja, nee. Mijn pakje aan niet. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen.